Laat ik me nu beperken door te zeggen dat het een waanzinnige eis is, überhaupt om mij te veroordelen. Het is inmiddels in Nederland dus blijkbaar volgens het OM strafbaar om een vraag te stellen. En spreken over Marokkanen is in één keer racisme, is een ras geworden. De vrijheid van meningsuiting staat op het spel, niet alleen die van mij, maar die van iedereen in Nederland. Want op het moment dat je iets over een Marokkaan of een Marokkanen zegt, ben je vanaf vandaag een racist als het OM zijn zin krijgt. En het stellen van een vraag wordt al strafbaar. Dus die hele vrijheid van meningsuiting voor u journalisten, voor de mensen thuis, voor mij staat op het spel. Daarom is het een waanzinnig eis. En de rest, nogmaals, zult u in de politiek verklaring lezen die komt. Dat had ik al gezegd, en dat blijft zeker nog steeds. Ja, dank u wel.